het is heel moeilijk om Notte de Figaro te schetsen of te vertellen in een paar woorden. Het is een heel ingewikkeld spel van allerhande intriges. Zoals de titel zelf al zegt, handelt het natuurlijk om het huwelijk van Figaro met Susanna. En op de dag dat ze eigenlijk willen trouwen, raakt ook bekend dat de graaf, op wiens goed ze eigenlijk leven, opnieuw het recht opeist. Het recht om als eerste met Susanna te mogen slapen, nog voor het huwelijk zich voltrekt. Dat is natuurlijk niet naar de zin van de Contessa. De Contessa die met de graaf getrouwd is, dat weten we eigenlijk al uit een eerder stuk van de Beaumarchais, uit Rossini's Figaro, de barbier van Sevilla. En ook zij is natuurlijk zeer ongelukkig met deze situatie. Vanaf dan probeert men eigenlijk, zijn er twee partijen, zij die proberen dat tegen te houden, hè, dat de graaf eigenlijk overgaat tot de daad, en de anderen die natuurlijk ook proberen om dat huwelijk te voltrekken. En die twee partijen vechten eigenlijk een onverbeten strijd uit, tot het bittere einde eigenlijk, tot men eigenlijk zich op het einde van het stuk ook afvraagt waar men nu eigenlijk mee bezig is. Want in al die verwikkelingen verliezen natuurlijk heel wat mensen, en vooral de jeugd in het stuk, Cherubino en Barbarina, hun vertrouwen in de echte liefde, in de ware liefde. Iedereen denkt dat het alleen maar gepaard kan gaan met intriges, met strijd, met elkaar pijn doen, met elkaar het leven zuur maken. En dat is eigenlijk een bittere pil die op het einde van het stuk geslikt moet worden. You know, every time Figaro opens his mouth, he thinks that he's the smartest one in that moment, and that after he finishes his aria or his sentence, that the opera is finished. But every time he's surprised by another development of the story. So he's the comical character, but also very dramatic in terms of how he's seeing the world around him and how he's losing the ground under his feet because of the loss of innocence and friendship, and his marriage is in jeopardy as well. Het stuk is voor gespeeld in Sevilla en we zijn de boeren sowieso, zoals was in de tijd, in rechts of onrechts in dienst van de graaf. En we gaan trouwen. In principe het is maar een koppel die gaat trouwen sowieso. Het is Figaro en zijn Susanna. Maar uiteindelijk het is volgens de regie ook, het is een beetje het idee van de regie, dat komen wij ineens maken in een huwelijk van 50 personen, 25 koppels. I think it's timeless production. It is full of humor. It's historically accurate. We are in the time of revolution. Although it is always politically colored, it still is an intimate story of love, friendship, betrayal, and it's quite timeless, and it's, first of all, Da Ponte and Mozart were so geniusly involved in this. They made it so amazing that if you stay true and Guy stays true to this idea of Da Ponte and Mozart, then this production is a big success. It's always a piece when you come back to it. One marvels anew at just how fantastic this work is. Even the, you know, the tiniest moment of a recitative is beautifully constructed. In de Mozart Da Ponte cyclus gebeurt eigenlijk het meeste in de recitatieven. En in de arias of in de ensembles die volgen, kom je tot een conclusie van datgene wat eigenlijk in de recitatieven aangereikt wordt. He starts from the man
the sarcasm to say, you know, we have those horns and not the eyes open. We believe them, we trust them, we follow them. It's also the text. I mean, the text is doing this, you know. Après ton pauvre corps, oh, shocking. You know, it's this. It's against themselves. The stupidity. How can I not see? How can I not see? Just open your eyes. It's obvious. Okay. Then he starts to describe what women are, and then he says, what it does to man. And that, of course, hurts. Especially on the day of his wedding. We talk about Mozart's Figaro, but really the spirit of the librettist is very, very great in this opera. So it's good to, you know, just remember that he's not just a wordsmith, but a brilliant theatrical mind working with Mozart to create these masterpieces. Figaro, of all of them, I think is widely regarded as the most perfect 18th century opera there is. It really is a little dose of perfection in an imperfect world.